heel lang geleden gaf God 10 geboden aan Mozes. Zolang de mensen zich hieraan houden, zou God met hen zijn. De 10 geboden werden bewaard in de heilige ark. Koning David had de ark meegenomen naar Jeruzalem. Na de dood van koning David besluit zijn zoon Salomo een waardige tempel te bouwen voor de heilige ark. Het bouwen van de tempel is een reuze groot gebeuren. Uit vele landen trekt Salomo bouwers aan. Feniciërs, Assyriërs, mensen uit Cyprus en overzee, allemaal bouwen ze mee. Het kan niet mooi genoeg worden voor God. Goud, zilver en dure witte stenen die speciaal voor de tempel uit verre bergen zijn gehakt en helemaal naar Jeruzalem zijn vervoerd. 7 jaar duurt het. Dan is de tempel eindelijk klaar. Het is prachtig geworden, veel groter dan het grootste paleis. De deuren zijn van brons en de muren van cederhout, met mooi houtsnijwerk van palmbomen en prachtige bloemen. Het altaar is ook van cederhout en helemaal met bladgoud bekleed. 1 kamer is het allerbijzonderst. Het heilige der heiligen. Daar wordt de ark bewaard. Deze kamer voor God is helemaal van goud, want zoveel houdt Salomo van hem. Dan is de dag van de opening. In een plechtige processie brengen de levieten de heilige ark naar de tempel. God heeft hen aangewezen als priesters. Alleen zij mogen voor de ark zorgen. Zodra de ark is neergezet, komt er een dikke wolk de kamer binnen. Al snel kan niemand nog iets zien. De viering wordt gestopt en iedereen gaat naar buiten. Salomo spreekt tot de mensen. Wees niet bang. Dit is de glorie van God die over ons komt. God kan eindelijk in zijn tempel wonen. Salomo knielt neer en bidt. Dank u, God, voor zoveel genade. Aanvaard dit huis en blijf bij uw volk voor altijd. God zegt, Salomo, ik zal doen wat ik uw vader David beloofd heb. Vanaf vandaag zal ik in deze tempel verblijf houden. Ik zal het volk van Israël beschermen en zolang als zij leven naar de 10 geboden die ik u gegeven heb, zal het in ieder aan niets ontbreken en altijd zal er een koning uit het geslacht van David zitten op de troon van Israël. Vanaf die dag gaat het goed met het volk Israël. Uit alle hoeken van de wereld komen mensen naar Jeruzalem toe om de glorie van hun God te bewonderen.